Goeiedag allemaal, dit is deel 2 van een heel korte inleiding op wat ik genoemd heb de Bijbelse beginselen van de samenkomst van de gemeente. In deel 1 hebben we een groot aantal Bijbelteksten met elkaar besproken. We hebben het gehad over Handelingen 2, waar we lezen dat de eerste gemeente volhardde in de leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Een aanduiding ook van wat er in die samenkomsten gebeurd moet zijn. Wat duidelijker vinden we in 1 Korinthe 14 een aantal onderdelen van die dienst. Psalmenleringen, openbaringen, vreemde talen en uitleggingen. En ik heb gesteld dat die openbaringen en tongen met het einde van de apostolische periode ook verdwenen zijn. Nu hebben we de schrift, vandaar. Dus de complete schrift, ook het Nieuwe Testament. Vandaar dat we kunnen volstaan met psalmen, leringen. Dat zijn die profetische stemmen van 1 Korinthe 14 vers 3, die uitleg tot stichting, vermaning en bemoediging. En de uitlegging van Gods woord, onderwijs dus ook in de samenkomst daar. We hebben ook gelezen over het bidden en het lofzingen met de geest, met een kleine letter. Met geest en verstand, dus geheel en al vanuit je innerlijke geloof en overtuiging, maar toch ook geleid door kennis en inzicht. Alles betamelijk en in goede orde. En dat is ook begrijpelijk, omdat de orde van de samenkomst in het Nieuwe Testament natuurlijk gebaseerd is, uiteindelijk, op de orde van samenkomst in het Oude Testament. Het is de Heere God zelf die bepaalt hoe hij benaderd wil worden, hoe hij gediend wil worden. Daarom kunnen we zeggen, we komen samen in een heiligdom. Exodus 15 vers 17 zegt dat. De gemeente zelf wordt door Paulus met een heiligdom vergeleken. Maar we hebben nu vrijmoedigheid om in te gaan in dat hemelse heiligdom. Volgens de Hebreeënbrief in hoofdstuk 8 vers 2, 9 vers 24 en dan 10 vers 19 tot en met 22. Daar verrichten wij priesterlijke dienst doordat wij gericht zijn op de hoge priester. De hoge priester, dat is Jezus, de hoge priester en apostel van onze belijdenis. Zo vinden we dat in 1 Petrus 2 vers 5 en 9. En zo vinden we dat ook in Exodus 19 vers 6. Dat is een prachtige parallel met 1 Petrus 2, we zijn een koninklijk priesterschap. We brengen daar offers. 1 Petrus 2 vers 5, Hebreeën 13 vers 15. Offers van de lippen die zijn naam belijden. Exodus 8 vers 27, er worden offeranden gebracht in het tabernakel. En tenslotte worden die offeranden gebracht op een altaar. Hebreeën 13 vers 10 spreekt daarvan en Exodus 17 vers 15 spreekt daar natuurlijk van. Zover waren we gekomen. En ik had ook nog een keer gezegd dat de Joodse eredienst in de tijd van de eerste eeuw, dat is natuurlijk een tempeldienst geweest, maar er waren ook al synagogen waar een dienst plaatsvond. Niet iedereen ging op Shabbat natuurlijk naar Jeruzalem, naar de tempel. En ik heb gesteld, als mijn overtuiging, dat de aanwijzingen die we vinden in het Nieuwe Testament over het gebed, over de gebedstijden, over de breking van het brood, over de manier waarop de paasmaaltijd, dat wil zeggen de avondmaalsviering, heeft plaatsgevonden, dat je dat allemaal moet opvatten. Let op, als een aanvulling op de bestaande Joodse eredienst. Dus de basisvorm van de Joodse eredienst werd gehandhaafd. Niet alleen maar omdat men ook op Shabbat in de synagoge met niet-messiaanse Joden de Shabbat vierde en dus ook de Torah-lezingen volgde. Zaterdagavond en zondagochtend, zondag tot aan zonsondergang, was dan de eerste dag van de week. En dat gold dan als een soort aanvulling op die Shabbatdienst. Dus op zaterdagavond werd een avondmaalsviering, of in ieder geval een gezamenlijke maaltijd gehouden, voor degene die Messias Jezus volgde. Maar het is dus zeer waarschijnlijk dat we vinden dat de Nieuwtestamentische gemeente eigenlijk bijna alles of alles van de synagogedienst had overgenomen. Maar wat houdt dat dan in? Nou, dat houdt in het reciteren van psalmen. Het houdt in een dienst van de gebeden, voor een deel vaststaande gebeden.
met onze vader als het basismodel daarvan. Maar waarschijnlijk ook gebeden die waren uitgeschreven. We weten dat in het boek Didache een aantal van die gebeden ook bewaard zijn. En je zou mogen aannemen dat de mondelinge traditie van de kerk ook een aantal van die vroege gebeden heeft bewaard en gehandhaafd. Het komt geleidelijk aan tot de vorming van een Rooms-Katholieke of een katholieke liturgie in de loop van de tweede eeuw. Maar die heeft dus nog duidelijk die restanten van de synagogedienst in zich, maar daar zit een draai in. In de tijd dat de synagogedienst gevolgd werd en de christelijke eredienst een aanvulling daarop was, was het heel nadrukkelijk zo dat de tempel niet werd nagebootst. Dat is pas na de verwoesting van de tempel gekomen, dat er in de Joodse eredienst elementen bijkwamen om te verwijzen naar die tempeldienst. Zo werd de Mishnah gelezen, maar die is natuurlijk van veel later tijd. Maar op een goed moment is de Mishnah gelezen geworden, dus het traktaat Suvachim over de offeranden, Genesis 22, de Akedah, het offer van Isaac. En de leer werd ontwikkeld dat de gebeden eigenlijk de vervanging waren van de offers die werden gebracht. Dat is een gedachte die ook in het Nieuwe Testament voorkomt. Het gebed is immers een lofoffer van de lippen die zijn naam belijden, zegt Hebreeën 13. Aanvulling dus, maar geleidelijk aan, als het schisma tussen Jodendom en Christendom steeds groter wordt en uiteindelijk definitief en volledig is, dan zie je dat in de Rooms-Katholieke eredienst er elementen insluipen waarin die synagogale dienst geheel en al vervangen is. Wat men nog wel handhaaft, dat is de lezing. De lezing in de synagoge was de wetslezing, een lezing dus van een gedeelte uit de Torah, verdeeld in 156 delen over een driejaarscyclus, of verdeeld over 52 weken, de eenjaarscyclus. De Torah werd gelezen. Het was ook al vroeg het gebruik om na de Torah-lezing een aanvullende lezing te hebben, de zogenaamde Haftarah. En die Haftarah was een lezing uit de profeten. Ook dat werd gehandhaafd in de tijd van het katholicisme. Alleen de Haftarah werd toen vervangen door de brieven van Paulus enzovoort. Zoals we dat nu nog vinden in de katholieke en Lutherse eredienst. En een derde lezing werd daaraan toegevoegd. En de achtergrond van zo'n handeling alleen al duidt er dus op dat men denkt in termen van uitbreiding, van opnemen van het voorafgaande in een nieuwe samenhang. Namelijk de derde lezing was de evangelielezing, waarbij Lutheranen tot op de huidige dag gaan staan, katholieken volgens mij ook. Je gaat staan bij de evangelielezing, omdat je daar dan te maken hebt met het hoogste heilige. In de Rooms-Katholieke eredienst, waar ik het nu al over gehad heb, kwam het element van aanbidding sterk naar voren. De reformatie heeft daar weer een einde aan gemaakt. En als we nu weer terugkijken naar die synagogale eredienst, dan zou dat wel eens de maatstaf kunnen zijn van die latere ontwikkelingen. Ik bedoel daarmee het volgende. De synagogedienst begint dus met die introducerende psalmen. In die psalmen wordt de ziel van een mens voorbereid op wat er eigenlijk komen moet. Lofzegging met name. En dan is er een moment van belijdenis. Al heel vroeg is die belijdenis geworden. Het Shema, Deuteronomium 6 en nog andere passages uit Numeri, die introduceren de geloofsbelijdenis van Israël. Hoor Israël, de Heer, onze God, is de ene. Gij zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw kracht, met heel uw vermogen, et cetera. De passage uit Deuteronomium 6 en dan de andere passage. Drie passages uit de Torah, die eigenlijk als een soort geloofsbelijdenis werden uitgesproken. Belijdenis dus, met Berachot, zegenspreuken ervoor en daarna. En daarna het grote gebed en daarna de schriftlezing. Dus dat was de volgorde. Belijdenis, gebed, ook een vastgesteld gebed, met 18 en later 19 onderdelen, waarin het met name gaat over de lofzegging tegenover God, Gods daden in de geschiedenis. Vervolgens
het smeken en bidden om een zegen voor deze tijd. En dan smeken en bidden voor de toekomst. Het gebed of de Heer de tempel wil herstellen, werd dat natuurlijk later. Niet voor het jaar 70, maar wel na het jaar 70. Amida en Shema, de Bragot eromheen, zijn dus gaandeweg ontstaan, hebben zich gaandeweg ontwikkeld. Maar het hoogtepunt in ieder geval van de dienst was altijd de lezing van de Torah. En daar werd dan ook vaak een kleine moesar aan toegevoegd, een kleine uitleggend rasha. Moesar is een ethische vermaning, een drasha is eigenlijk een korte uitleg van de schrift. We weten dat nou juist weer uit het Nieuwe Testament, waar Jezus in Lucas 4 in de synagoge de rol van Jesaja aangereikt krijgt. Hij leest daaruit een gedeelte voor. Alle ogen zijn dan op hem gericht als hij eenmaal gaat zitten, want dan gaat hij zitten op de stoel van Mozes. Heel veel synagogen hadden letterlijk een stoel van Mozes. Daar ging de leraar zitten, terwijl de anderen stonden voor die schriftlezing. Hij gaat daar zitten om een uitleg te geven van dat gedeelte. En dan zegt hij, dit schriftwoord is heden voor uw ogen vervuld. Waarna iedereen in verwarring raakt. Maar dat was dus een aanduiding dat in die synagoge inderdaad zo'n moment van de rasha plaatsvond. Dus nog een keer, wat hebben we? Een opmaat van psalmen, de belijdenis, het gebed, de Torahlezing, een aanvullende uitleg daarvan en dan afsluitende gebeden, bijvoorbeeld ook smeekgebeden en gebeden van berouw en inkeer. En dat eindigde dan weer met een psalm of met een opdracht. Aleinu l'shabeach, het is aan ons om de Heere te loven en een getuige voor de volkeren te zijn. Dat model, wat ik nu in zijn uitgewerkte vorm geschetst heb, dat zal ongetwijfeld in die eerste eeuw ook al een rol gespeeld hebben, want al die onderdelen vinden we nou juist weer terug, ook in verspreide passages van het Nieuwe Testament, zodat er steeds aanleiding is om te zeggen, kijk eens wat de synagoge deed, dat is christelijk gerecipieerd, een ontvanger, en een verder doorgewerkt, en door het schisma is dat wat minder herkenbaar geworden, maar we hebben nog steeds dat schema. Standaard hervormde eredienst, je hebt die opmaat, de openingspsalm, het openingsgebed, soms twee openingsgebeden, dan heb je de schriftlezing en dan heb je de preek en dan heb je de afsluitende gebeden. Volgorde is anders en de onderdelen zijn korter, maar zo wordt het vaak gedaan. De wetlezing in de ochtenddienst en dan de belijdenis in de avonddienst is lange tijd een orde geweest in de hervormde kerk. Met het verdwijnen van de avonddienst is alleen maar die wetlezing overgebleven en die wordt dan vaak weer vervangen door een lezing uit de brieven, maar er is heel vaak toch in de ochtenddienst een element van vermaning. Sommige kerken laten dat ook weer weg, want er is natuurlijk enorme verwarring op liturgisch gebied. We hebben daar geen vaste norm voor. Het dienstboek voor de kerken kent verschillende modellen en daar mag dan ook weer van worden afgeweken. Heel anders dus dan in het Jodendom, waar de orde van de dienst en de gebeden allemaal zijn vastgesteld. Met hele kleine verschillen in traditie, zo hier en daar. Maar die basis is hetzelfde. Je zou je dat kunnen voorstellen als je gaat als het ware omhoog. Eerst begin je met die voorbereidende gebeden. Je komt dan een beetje los van de aarde. En dan ga je door die poort van de belijdenis heen, door het Shema. En dan komt het tot gebed en dan gaan we naar God luisteren. Dan zijn we helemaal voorbereid om naar hem te luisteren, de Torahlezing. En dan wordt dat uitgelegd met het oog op onze levenspraktijk. En dan eindigt het ermee dat we nog eens bevestigen dat we deze Heer, deze God willen dienen. Zo is het ook met de christelijke eredienst, waar we na het openingsgebed, het zondagsgebed en de 10 geboden op de berg belanden, waar we dan het woord van God horen. En dan gaan we naar beneden via de preek. Dat is eigenlijk al de neergaande beweging, de toepassing van het gehoorde woord. Gaan we richting de voorbeden, dan gaan we in het gebed uitwerken wat we gehoord hebben en dan eindigen we met een lofzang. Die orde van dienst, die liturgie is dus eigenlijk heel normaal en vanzelfsprekend. We gaan omhoog en we gaan naar beneden. Ik zei net al, het Rooms-Katholicisme heeft dat element van de aanbidding die dan plaatsvindt, dat echt buigen voor Gods aanwezigheid,
wat volgens Johannes 4 dus de hoofdzaak is. Het gaat ook om lofoffers. Offers dus van een overgave aan wie de Heer is. Die aanbidding is wel op de eerste plaats gesteld. Dat is prachtig. Maar ja, het is ook weer gecorrumpeerd door ideeën dat ja, dat offer gerepresenteerd wordt door de hostie en door de wijn. Dat alleen de priester die wijn neemt, dat iedereen die hostie neemt, met de Lutheranen brood en wijn ook aan de gelovigen uitgedeeld. Er is een reeks van symbolische handelingen in de plaats gekomen van de verkondiging van het woord. Formuliergebeden werden geïntroduceerd, waar het helemaal niets tegen is trouwens. Maar het gebeurde. Eigen gemaakte formuliergebeden. Terwijl die eerste gemeente, voor zover ze vastgestelde gebeden gebruikte, zich aansloot bij de synagoge. En dus ook daar een levende band met Israël bleef behouden. De reformatie heeft een heleboel zaken veranderd en vernieuwd tegenover de Rooms-Katholieke eredienst. Maar ze heeft dan een paar dingen bewaard. Formuliergebeden, zeker in het Lutheranisme. En ze heeft de eenmansbediening gehandhaafd. Eén enkele priester deed de mis. Eén enkele predikant doet de reformatorische dienst. Als een soort reactie op de Rooms-Katholieke benadrukking van die helemaal in symbolen en liturgische handelingen verpakte aanbidding, is de reformatie al een nadruk gaan leggen op het onderwijs. Nu werd de prediking niet zozeer de eerste stap naar beneden, met de Torahlezing of de schriftlezing als hoogtepunt, maar dat werd nu het hoogtepunt. De verkondiging namelijk van het evangelie was het hoogtepunt van die hele dienst. De preek kreeg de nadruk omdat het moest gaan om verkondiging en onderwijs. Onderwijs was het misschien in het begin, zeer lange preken met veel onderwijs, dat is allemaal korter en korter en korter geworden, zodat het nu alleen nog maar verkondiging is, genadeverkondiging is. In die orde van dienst is dus wel weer door de praktijk heel veel veranderd. Het gebed werd ook anders. In de protestantse liturgie en in de evangelische beleving is het gebed toch wel heel sterk voorbeden geworden. Geen aanbidding. En dat is ook begrijpelijk. In de evangelische kringen, en met name ook in de vergadering van gelovigen, is het gebed een vrij gebed. Geen vastgestelde gebeden. Maar het is heel moeilijk om in een vrij gebed heel goed onder woorden te brengen wat bij die aanbidding hoort. Aanbidding betekent immers een lofoffer brengen van de lippen. Dat wil zeggen nadrukkelijk tegenover God uitspreken wie wij gezien hebben in God. Wat wij gezien hebben van God. Dat is lastig. Dus gebed werd tot voorbeden. De zang ja, werd ook meditatie. Werd evangelielied. Werd smeekgebed. Het element van de lofzang, van de Gloria-liederen, kwam daardoor weer tekort. Terwijl de psalmen in het Oude Testament gebruikt werden in de synagogendienst juist om God te verheerlijken en groot te maken. Over zijn grote daden in de geschiedenis te spreken. Nee, die lofzang die begon steeds meer te ontbreken. Dat is nu eigenlijk ook wel zo, dat we die psalmen een secundaire plaats hebben gegeven en in plaats daarvan allerlei andere geestelijke liederen zingen. Ja, en wat het avondmaal betreft, het was natuurlijk op een vreemde wijze het offer in de tijd van het Rooms-Katholicisme, tot op de huidige dag. Maar nu is het avondmaal plotseling geworden een zaak die tot versterking van ons geloof moet dienen. Wij ontvangen de tekenen van het geloof. Nou, dat is in een zekere zin ook waar, maar dat is niet het enige. En dat werd wel de nadruk in het protestantisme. Nee, want aan de tafel des Heren, die het altaar representeert, moeten wij lofoffers brengen. Dus in de avondmaalsviering, waar we in de gemeenschap met elkaar, gemeenschap met de Heer vieren, terugdenken aan hem enzovoort, dat is de plaats en het moment dat er een lofoffer gebracht moet worden. Maar ja, dat is in het vrije gebed heel lastig. En daarom verzandt dat ook een beetje. Het wordt een onderdeel van die hele eredienst die eigenlijk niet functioneert zoals het de bedoeling is. Het is Pesachmaaltijd. Het is gedachtenis van onze bevrijding.
En dus denken aan de bevrijder. En dus vooruit denken aan de ultieme bevrijding die nog komen moet. Zowel de reformatie als de Rooms-Katholieke Eredienst schieten naar mijn gevoel dus tekort. Ze hebben de relatie met de synagogedienst geheel en al doorgebroken. Het is eenzijdig ofwel aanbidding in symbooltaal of onderwijs in plaats van aanbidding geworden. De lofzang, de lofoffers komen daardoor niet volledig tot hun recht. Ook het gebed van aanbidding komt niet tot zijn recht. En dat heeft alles ook te maken met een zekere angst voor formuliergebeden. Kijk, dat los je niet op door nu plotseling allerlei gebeden uit dat dienstboek te gaan halen. Want dat is wat de praktijk is geworden. Want ook dat betekent niet dat je die band met de synagoge weer herstelt. Die is ten onrechte verbroken. Want de eerste gemeente, ik zeg het nu nog maar een keer, die heeft zijn eredienst als een uitbreiding, een messiaanse kleur van de synagogendienst bedacht en gezien. En dat handhaaft dus prachtig die basis van alles. Ik weet dat in het onderwijs liturgiek wat ik kreeg, werd er alleen maar gezegd, let erop, dat de keuze van de psalm aan het begin van de dienst, dat dat het verband moet leggen met de Joodse eredienst met Israël. Nou ja, wat zie je heel veel gebeuren, dat die psalmen helemaal niet meer worden gezongen. Met name ook in de vergadering wordt over de psalmen nogal negatief gedacht. Erg jammer, want ook dan ontbreekt dus weer die levende band met Israël en het Jodendom. Wat de vergadering van gelovigen buitengewoon goed heeft gezien, is dat we naar de tempel gaan om te brengen. Deuteronomium 16, vers 16 en 17. Wij moeten brengen. We moeten brengen van de oogst. De eerstelingen van de oogst, de eerstelingen van de vruchten. We moeten een vervangingsoffer brengen voor de eerstgeborenen, et cetera, et cetera. Wij brengen offeranden naar de tempel. Wij denken, of nou, in de vergadering wordt het zo gezien, we komen eigenlijk een beetje halen. Nou, de vergadering heeft, ik zeg nou in de vergadering wordt het zo gezien, nee, in de protestantse kerken wordt het zo gezien. We komen om te halen, om te ontvangen. Juist de vergadering heeft gezegd, nee, we komen brengen. Maar dan moet je dus wel iets verzameld hebben in de loop van de week. Dan moet je iets gezien hebben van Gods genade in je leven. Dan moet je iets gezien hebben van Gods karakter. Dan moet je zijn Messias beter hebben leren kennen. Want daarvan, van de vruchten daarvan, de lippen die immers zijn naam belijden, van maandag tot en met zaterdag, die naam belijden, zo in de wereld staan, zo met hem bezig zijn, daarvan breng je op zondag dan de vruchten naar Gods tempel, naar Gods huis. Ik laat nog even één kleine tekst zien. En dat had ik natuurlijk keurig moeten voorbereiden, maar ik ben daar een beetje verkeerd. Ik heb daar verkeerd aan gedaan door dat niet voor te bereiden. Ik zal even kijken of ik dat toch voor elkaar kan krijgen. En daarvoor moeten we eventjes naar de tekst die ik bij voorkeur dan gebruik. En dat is de tekst van Colossense 3. Colossense 3. Die moet ik even openen op een manier die ik ook hier kan laten zien. Dus even kijken waar dat dan mogelijk is. Ik zal dit stukje toch maar even eruit moeten knippen dan. Oké. Nou, ging nog redelijk snel. Dan zal ik het scherm delen en dan kan ik laten zien wat ik bedoel. Oké, daar gaat hij. Nou, dit is natuurlijk de verkeerde tekst. We gaan even naar Colossense 3. Maar daar zie je dus heel fraai ook de samenhang tussen Jodendom en de vroege gemeente. In Colossense 3 vinden we vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nou, dat woord van Christus is niet, zoals de Statenvertaling hier zegt in de kanttekening, de leer voor het evangelie. Het gaat simpelweg om het woord dat Christus kon brengen. Nou, dat zijn de woorden die hij van de Vader gehoord heeft.
dat is de waarheid die de Vader al door de profeten had geopenbaard. Dat is kortom de schrift. Dat is het woord van Christus. Dat is wat hij gesproken heeft en wat we door de Heilige Geest dan konden horen. Wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Dat wil zeggen, dat moet ook met wijsheid worden toegepast en begrepen. Niet driest met citaten gooien. En dan staat er leert en vermaant elkaar. Hè, leren, kennis bijbrengen. Vermanen op de goede morele weg plaatsen. Met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Nou, psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. In Efeze 5 vers 19... moeten we eens even naar de kanttekening kijken. Deze drie soorten van geestelijke gezangen dienen tot één einde, namelijk om de geest te vermaken. Nou, vermaken wil dan hier echt zeggen verbeteren. En worden van sommigen al zo onderscheiden. Dat psalmen allerlei geestelijke gezangen zijn, die niet alleen met de stem, maar ook met smarenspel geoefend worden. Wel nee, psalmen zijn de psalmen van het Oude Testament. Lofzangen. Dankzeggingen tot God of lofdichten van Gods genade jegens ons. Dan nee, lofzangen zijn lofdichten over God. En geestelijke liederen. Zulke gedichten in welke allerlei geestelijke leringen worden begrepen. Nou, daar is eigenlijk in de synagogendienst geen sprake van, een dergelijke indeling. Psalmen, zeker. Lofzangen, zeker. Maar een lied, zoals liederen over Gods genade en het evangelie en weet ik veel wat. Die worden niet in de synagogale dienst gebruikt en die horen eigenlijk ook niet thuis in een christelijke eredienst. Nou, gaan we weer terug hier. Leert en vermaant elkander met psalmen en lofzang en geestelijke liederen. Hoe moeten we dat dus verstaan? Nou, psalmen, de psalmen van het Oude Testament, lofzangen, alles weer in God wordt verheerlijkt. Geestelijke liederen, alle andere gedichten en gezangen die gebruikt worden. En dat is allemaal een toezingen, niet voor elkaar, maar voor de Heere. Dus pas op, we leren en vermanen elkaar, maar dat zingen is bedoeld om door hem te worden gehoord. Het zijn lofoffers, immers. We brengen iets. We komen iets brengen. En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Ook dat komen we brengen. Dat is een heel belangrijk beginsel. Wat hoort er zo al in de eredienst thuis? Ik heb nog een paar afsluitende verwijzingen over dat vraagstuk. En dan hebben we ook een paar aanwijzingen verder voor. In 1 Timotheus 2 vinden we een vermaning die Paulus geeft. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden. Smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen. Dus voornamelijk in de vergaderingen der gelovigen. Alzo de publieke gebeden een deel zijn van de bediening der leraren. Nou, of die bediening der leraren er nou precies is. Inderdaad, in het begin hebben de apostelen dit gedaan. Volharden in het gebed en de bediening des woords. Ze hebben onderwezen, maar ze hebben ook de gebedssamenkomsten geleid. Maar zonder die apostelen doen we dat natuurlijk gewoon zelf met elkaar. Smekingen. Het gaat dan om straf en ellende die we weggenomen willen hebben. Gebeden. Dat is wat wij zelf verlangen en we mogen onze verlangens bekendmaken bij God. Voorbiddingen, dat we voor anderen bidden en met name dan dus voor de mensen die we kennen. Maar dus ook hier voor koningen en allen die in hoogheid zijn. Dankzeggingen, ook met betrekking tot alle mensen. Wanneer er toch wat moois gebeurt, niet alleen maar smeekgebeden uiten, maar dus ook dankbaar zijn voor wat de Heer intussen gegeven heeft. Dan in hoofdstuk 4 van 1 Timotheus hebben we nog vers 13 staan. Daar zie je hoe Paulus Timotheus als voorganger. Nou is het plotseling, in de loop van de tijd begint dat te groeien. Dan is er in de gemeente iemand die veel van deze taken naar zich toe trekt. Het voorgangerschap wordt geleidelijk aan gevormd. Dat is niet de bedoeling. Maar het is ook niet onmogelijk. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren totdat ik kom. Dus, het lezen. Nou, niet dat hij nou veel boeken moet gaan lezen of de Bijbel moet lezen. Dat is voorlezen. Volharden in het voorlezen. Dus die gewoonte die de synagoge al had.
elke week een portie van de Torah enzovoort. En Paulus zegt tegen Timotheus, dat moet jullie volhouden, dat moet jij volhouden. Je moet dat Torah-gedeelte blijven voorlezen. En dat geeft wel aan dat er al in het vroege christendom een neiging bestaan zal hebben om, zeker als er allerlei heidenen natuurlijk deel van de kerk gaan uitmaken die dat niet kennen, om afstand te nemen van de Joodse eredienst. Nou, daar hoort dus ook een drasha bij. En dat is dan een korte vermaandende toespraak, de aanleiding van wat er in de Torah gevonden werd. De geboden in de Torah hadden immers voor de eerste gemeente wel degelijk nog betekenis. Dus er kon vermaning plaatsvinden. En uiteraard in het onderwijs, want Torah, evangelie en de apostolische brieven geven op een goed moment, dus niet nu, hè, niet in de tijd van Timotheus, maar daarna, geven natuurlijk dat hele scala weer. In de brieven zit verlering, in het evangelie zit vermaning, in het Oude Testament idem. En lering zit er in het evangelie. Dus dat hele pakket wat hier dan staat, maar dus ook het pakket wat genoemd wordt voor de prediking, Stichting Vermaning en Bemoediging, dat zit dus ook hier in de opdracht aan Timotheus. Nou, 2 Timotheus 4 vers 2 is dan nog van groot belang, omdat het een opdracht is voor de predikant, maar dan weet hij tenminste wat hem in de onderlinge samenkomst te doen is, als het zijn opdracht is om het woord te prediken, dan staat er ook gewoon heel simpelweg dit. Predik het woord. Dat is niet, zoals de kanttekening zegt, het woord van het evangelie. Ik heb nog geen aanleiding om dat te denken. Dat zit ook niet in het woord prediking. Het prediking is keruto, dat verkondigen, dat is luid uitroepen, inderdaad. Maar het is ook expositie, dat wil zeggen het uitstallen van datgene wat het woord bevat. En expositionele prediking is dan ook eigenlijk de enige prediking die bijbels gefundeerd is. Zeggen wat het woord ons te zeggen heeft. Helder maken, toegankelijk maken van wat het woord ons te zeggen heeft. En niet allerlei eigen bedachte reacties op dat woord tot de hoofdzaak van de prediking maken. Het woord prediken van Genesis 1 vers 1 tot en met het laatste boek, het laatste hoofdstuk van de Bijbel, dat moet gepredikt worden. En dat moet dus, ja, of mensen dat nou mooi vinden en passend vinden, moet dat gebeuren en daarmee moet weerlegd en bestraft en vermaand worden. Dat moet je met geduld doen, maar je moet vasthouden aan de leer die niets anders is dan de samenvatting van wat dat woord bevat. En maar je moet dat woord als het ware luid laten klinken. Dat is wat die kerux, die heraut, eigenlijk doet. En die komt met die boodschap van de keizer aanstappen en dat laat hij luid klinken. Nou, dat is in feite zijn taak. En daar draait het om. In de hoop dat dit gebeuren zal, ook een onderdeel dus van de eredienst, 1 Thessalonicense 2 en dan vers 13, daar zie je een compliment dat Paulus uitdeelt. Daarom danken wij ook God zonder ophouden dat, als gij het woord de prediking Gods van ons ontvangen hebt, dus een prediking die door God gewerkt is, of een prediking die God als onderwerp heeft, gij het aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is, als Gods woord. De prediker is bij machte om Gods woord te spreken, als hij zich nauwkeurig houdt aan Gods geschreven woord. En als hij dat met inzicht doet, dan zal het ook waarachtig Gods woord zijn. Zoals de profeet Gods woord spreekt, omdat hij het ontvangt, omdat God hem dat in een openbaring meedeelt, zo kan de nieuwtestamentische profeet, de prediker die Gods woord doorgeeft, ook niets anders zijn dan degene die Gods woord doorgeeft. Alleen die nieuwtestamentische profeet moet zich dan beroepen op de schrift. Hij ontvangt de schrift niet, want de tijd van de profetie, van de oorspronkelijke profetie, is voorbij. Maar hij krijgt dat woord van de schrift, dat moet hij begrijpen, dat moet hij begrijpen volgens de leer, maar dan kan hij het vervolgens doorgeven in die expositie van het woord tot stichting, vermaning en bemoediging. En dan kan de gemeente het ontvangen, die prediking ontvangen, als Gods woord. Dat ook werkt in u die gelooft. Dat is een werkzaam en effectief woord
wat harten raakt en levens verandert. Goed, waar het allemaal naartoe gaat, dat kunnen we ook nog zien, want er is een voorbeeld van een hemelse liturgie. En die vinden we uiteraard, iedereen zal dat wel weten, in Openbaring 5. Een heel kort beschrijving van een hemelse liturgie. Die begint wanneer het lam de boekrol heeft genomen. Die boekrol die van buiten en van binnen beschreven is. Daarmee is uitgedrukt dat Christus de zin van de geschiedenis is en kent en uitvoert. En dan wordt er een lied gezongen. En dat lied gaat alleen maar over hem. Gij zijt waardig het boek te nemen. Gij zijt geslacht. Wij zijn met uw bloed gekocht. U hebt ons gemaakt tot koningen en priesters. En zo wordt het dan gezongen. Dit is dat grote lied. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de krachten, rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Al datgene moet in de nieuwtestamentische eredienst gebeuren. En daarmee wordt hetzelfde gedaan tegenover de persoon van de Messias als in de synagogendienst gedaan wordt tegenover de Heere God. Eigenlijk zou ik zeggen, is dit een aanvulling op die synagogendienst. Want hier hem die op de troon zit, wordt als eerste genoemd. God de Vader krijgt als eerste de eer. Maar dan ook het lam waarmee die vader zijn uiteindelijke bedoeling in de schepping heeft doorgezet. Kijk, en dan is er uiteindelijk dit, de 24 ouderlingen. De engelen zelf nemen hier het voortouw. Die vielen neer en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. De hemelse liturgie wordt hier kort geschetst als een lied zingen, een lied van aanbidding zingen. Een buigen in de aanbidding voor degene die op de troon zit, degene die leeft in alle eeuwigheid, God de Vader, die door zijn Messias te zenden al deze dingen tot stand heeft gebracht. Goed, nou, dat is eigenlijk een hoofdzaak wat ik kwijt wilde. Ja, ik zit een beetje in een rare positie, want in het type dienst wat uit de vergadering van gelovigen is voortgekomen, waar alles dus vrij is, niets is vastgesteld, mis ik de vaste onderdelen. Maar in een dienst zoals de Lutherse eredienst, waarin alles is vastgesteld en er een eenmansbediening is, daar mis ik weer de vrijheid waarmee de geest in mensen kan werken. Dus ik denk dat mijn ideaal ergens dan ligt bij een vast deel van de eredienst, helemaal vastgesteld, en dan vrije gebeden die ook door de hele gemeente worden gedragen. Een voorzanger of voorganger voor de prediking en voor de vaste onderdelen in de dienst, hoeft niet dezelfde persoon te zijn. Dat zou 3 kwartier of een uur kunnen duren en daarna dus dat vrijere gedeelte. Dat is mijn ideaal. En dan met een nadrukkelijke connectie met de synagoge, zodat we bijvoorbeeld ook de Torah-lezingen en de profetenlezingen volgen. En dat de prediking zich daar ook bij aansluit. Idem met de feestdagen. We kunnen beter, denk ik, Grote Verzoendag vieren met een messiaanse inkleuring, dan dat we onze langzamerhand in de geschiedenis gevormde christelijke feestdagen vieren. En met name kerstfeest, dat zou elke christen nou langzamerhand moeten weten, dat dat geen christelijk feest meer is en eigenlijk ook nooit geweest is. Het is hooguit een gedenkdag in het kerkelijk jaar geweest en dan is hij ook nog een keer helemaal verkeerd geplaatst door hem in december te plaatsen. Laten we kerstmis alsjeblieft aan de wereld overlaten en onze handen daarvan terugtrekken. Dat is wat ik op dit moment te zeggen had. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En vergeet niet, in september beginnen we met de uitzendingen over het boek Prediker. Ik hoop dat jullie daarbij kunnen zijn. Maar voor nu, tot ziens en de Heere bevolen.
U hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer audio en video's.